Hoi, vandaag ga ik jullie laten zien wat er in mijn toilettas zit als ik ga logeren. En dit is mijn toilettas. Hij ziet er misschien een beetje groot uit, maar ik denk dat er niet eens zelf gevuld is. Ik ga hem gewoon openmaken en dan gaan jullie het zien. En dit is wat erin zit. Nou, het gaat er allemaal zo uitvallen, dus ik ga het gewoon uitpakken. Er zit totaal geen structuur in en ik ga gewoon eerst beginnen met pakken en dan zien jullie het vanzelf. Nou, ik ga heel charmant beginnen, want ik begin namelijk met dit doosje. En dit doosje is voor mijn prothese. Nou, degenen die me al langer volgen, die weten dat mijn voortand er... Hey, gek. Ja, jij weet je ook, hè? Ja. Nou, kom, chop chop. Dan blijf je staan. Kijk maar in de camera dan. Degenen die me al langer volgen, die weten dat mijn voortand eruit is gehaald afgelopen half jaar. En er komt nog een plaatsvervanging voor, zoals een brug of een implantaat. Maar tot die tijd heb ik een neptand, een hele grote neptand, een prothese. Die kan ik eruit halen en die moet ik eruit halen als ik ga slapen. Dus die gaat dan hierin. Ja, die gaat hierin. Odin! Gekke aap. Ja, dat doosje is interessant, hè? Nou, daarna haal ik dit tasje eruit. Deze zit sowieso. Nou, deze zit sowieso in mijn tas. Ook als ik ga werken, omdat ik op school, op mijn werk, ik werk op een basisschool, moet ik mijn prothese ook even uithalen als ik heb gegeten en dan moet ik mijn tanden poetsen. Dus mijn standaard tasje met de tandenborstel zit hierin. Dan gaan we hem niet helemaal uithalen, lijkt me niet helemaal nodig. En tandpasta. Daarnaast draag ik lenzen en daarom is het wel handig om een lenzendoosje op zak te hebben. En over mijn lenzen gesproken, soms heb ik ook wel eens dat ik s'avonds heel veel last krijg van mijn lenzen. Dus dan is het handig om ze op tijd uit te halen. En dan heb ik natuurlijk mijn bril nodig. Dan komen we op dit potje. Dit is het wonderpotje van Oriflame. Het is gewoon een lippenbalsem. Je kunt hem ook gebruiken voor je nagelriemen of voor schrammen als je hebt geschaafd of zo. Een haarserum voor de puntjes. Dan kom ik bij dit doosje. Hier zitten tandenstokers in. Het is super belangrijk natuurlijk om ook goed je tanden te poetsen, maar ook om het goed te verzorgen tussen je tanden. Ik gebruik deze van Rock and Riddle. Super fijn. Wat je hoort op de achtergrond, ga het even laten zien, is Odin, die op zijn botten knagen is. Dan kom ik bij deze. Dit is de vloeistof voor mijn lenzen. Dus die doe ik in het doosje. Zo blijven mijn lenzen in ieder geval de hele nacht vochtig. En zijn ze niet droog als ik ze de volgende dag eruit haal. Ook niet onbelangrijk is deodorant. Dit is echt mijn favoriet. Wie mijn favoriete filmpjes kijkt, die weet dat deze erin voorkomt. Ja, niet altijd, want ik ga niet elke keer dezelfde favorieten laten zien. Maar dit is echt een favoriet. De Rexona Maximum Protection. Ik heb altijd gezegd dat ik niet zonder mascara kan. Maar ik denk dat ik ook niet meer zonder concealer kan. Ik gebruik altijd concealer. Voor onder mijn ogen, altijd. En dit is dan ook zo'n product, dat moet ik gewoon altijd bij me hebben. En natuurlijk een mooie blush. Dit is Rose Gold van Sleek. En ik heb zo'n hekel aan het doosje, want ik krijg het doosje niet open. Oh, dit is zo'n mooie blush. Oh, dit is echt prachtig. Binnenkort op mijn blog nog een review, want die komt er nog aan. Dan neem ik ook altijd een highlighter mee. Het is niet zo dat ik al mijn de make-up producten gebruik die ik in mijn tas heb zitten, maar ja, ik neem altijd liever te veel mee dan te weinig. En dit is dan zo'n product dat vind ik gewoon super mooi om te gebruiken. En uiteraard mascara gaat ook mee. En een bronzer. Want ik vind het gewoon mooi om een beetje te contouren. Het hoeft niet zo zwaar, hoeft niet à la Kim Kardashian, maar gewoon een beetje. Nou, bij meer tijd of gaan we nog weg dan de volgende dag of nou net wat. Dan neem ik een paletje mee. Vind ik super fijn. En meestal een naturel paletje, want ik ben echt wel meer van de naturelle kleuren. En dan neem ik nog mijn wenkbrauw. Setje mee. En oogpotlood neem ik ook mee. Ik neem het niet altijd mee, maar ik vind het toch wel fijn om bij me te hebben.
Deze zit eigenlijk ook altijd in mijn tas. Van, ja, het smeert gewoon lekker makkelijk. Je maakt hem open, smeren en je doet hem weer dicht. Huppakee. Dit is ook zo'n product wat je niet moet vergeten mee te nemen. De pil. Dit is eyebrow gel van de HEMA. Super fijn. En fixeert wenkbrauwen. Blijft mijn wenkbrauwen de hele dag op de plek zitten. Soms gebruik ik deze trouwens ook als ik niet mijn wenkbrauwen bijteken. Maar dan gewoon om mijn wenkbrauw even netjes een model te vegen, zeg maar. En dan neem ik deze nog mee, want ik vind het toch wel fijn om mijn wenkbrauwen even bij te plukken, mocht het nodig zijn. Natuurlijk is verzorgen van je huid ook belangrijk, ook als je geïdrateerd bent. Nou, daarom heb ik ook een eye cream bij me. Natuurlijk gaat er ook een nachtcreme mee om mijn huid goed te verzorgen 's nachts. En uiteraard de dagcreme. Nou, dan komen we alweer bij het laatste wat ik meeneem in mijn tas. En dat zijn make-up kwasten. En ja, ook hier heb ik weer zoiets van liever te veel dan te weinig. Dus ik heb een hele set bij me. Voor de wenkbrauwen. Een fluffy om te blenden. Voor de blush. Oogschaduw. 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 Highlighter. Nou, en dan is hij leeg. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mijn beautyproducten te zien die in mijn toilettas zitten als ik ga logeren. En dan bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En mocht je nog tijd hebben, kijk dan ook even op mijn blog www.beautyflametasha.nl. Doei!